Hoi. Hoe gaat het? Gaat wel. Ja? Ja. Just. Ik moet die trap op, hè? Ja. Jij mag voor, ik ga niet hard. Nee, is oké. Want anders ben ik de rest van de avond buiten adem. Oké. Of wil je dat ik achter jou loop? Zodat je om me op kan vangen als ik naar beneden stort. Precies. Nee, ga jij maar voor. Dat doe ik bij de kinderen ook. Ja, dat is wat anders. Ik heb mijn zoon wel eens een hele trap naar beneden zien komen. Ja? Ik dacht dat hij dood was. Echt? Ja, had niks. Maar... ik was vooral enorm geschrokken. Maar toen hij viel, reageerde hij er nog wel op iets? Zei hij het? Hij was enorm verbaasd. Het was een gladde houten trap. Mm-hmm. Hij was eerder verbaasd dan dat het volgens mij pijn deed of zo. Ja. Hmm. Nou, we hebben alle tijd, Maarten. Hoe is het om weer een Deventer te zijn? Ja, nou, ik moet zeggen, ik was verbaasd over het nachtleven hier op het plein. Ja, dat is enorm. Omdat ik hier natuurlijk met mijn broer en zus ben geweest. Ja. Ja, we hebben natuurlijk s'avonds niks gedaan. Wij boeken altijd. Pas nog hier op een afstapje? Ja? Jullie hebben niks gedaan? Wij boeken altijd Van de Valk buiten de stad. Ja. Vanwege die teringherrie op die markten. Ja. Hier dus ook. Je hebt deze kerk waarschijnlijk niet eens gezien toen je hier was in Deventer. Dus een schuilkerk, vluchtkerk. Nee, daar zijn we denk ik niet geweest. Nee. Die ziet ook niet... We zijn waarschijnlijk in die peperbus geweest, maar ja. Die Leeuwienuskerk. Mijn zuster deed altijd de kerken. Ja. Zo. Kom binnen. Zo. Gaan we zo langs. Hier. Oh, een echte geluidskast. Ja, vooral als het warmer is. Wil je iets drinken? Kopje thee graag. Voorkeur voor smaak? Earl Grey graag. Kijk. Dat is makkelijk. Hoe gaat het met je? Nou, dat gaat wel. Ben je druk? Ja, dat wel. Opnames? We hebben net de slimste mens voltooid gisteren. Zo, even kijken. Thee. Hij hoeft niet zo sterk, die thee, hè? Nee, het hoeft niet heel sterk te zijn. Nee. Ook geen slappe thee, maar... Hier. Kijk, wat heb je bij je? Ben je maar hebben trouwens? Hier, als je het goed vindt. Ja. Ga ik hier. Wat heb je meegenomen? Wat is het voor jezelf? Leesvoer. Oh, mijn fobie is dat de taxi onderweg pannen krijgt. Ja. En dat ik dan langs de weg sta. Mm-hmm. En dat ik niks te lezen heb. Ja. Maar dan buiten gewoon een andere taxi? Nou ja, voordat die er is. Dat moet je ook maar afwachten natuurlijk of dat op tijd gebeurt. Misschien komt hij ook wel niet. Je weet het maar nooit allemaal. Je leest zoveel? Nog steeds? Ja, ik lees wel veel, ja. In hetzelfde tempo als vroeger? Ik ben nooit een supersnelle lezer geweest. Nee? Nee. Dat komt omdat je... Ik werk mij systematisch de boeken heen. Mm-hmm. Maar ik ben bepaald niet zo'n hoep en dan weer hoep. Nee. Ja. Maar dat... hoe snel jij leest... Nou, ik lees niet snel, omdat ik ook altijd wil kijken naar hoe is het stilistisch opgebouwd. Is er een patroon zichtbaar? Ik lees meer ook zelf als schrijver. Dat is misschien met filmmakers ook zo. Dat ze kijken hoe een film in elkaar is gezet. Dus ik kan nooit onbevangen een boek lezen. Ik lees vrij onbevangen een boek. Ja? Ik heb zelfs niet de geringste ambitie om literair iets te doen. Ik vind dat teksten vooral helder en simpel moeten zijn. Mm. Ik heb eigenlijk tot mijn lichte verbazing geconstateerd... omdat ik onlangs een stukje in mijn eigen dissertatie herlas... Mm-hmm. dat ik een stuk simpeler ben gaan schrijven. Ik vond het eigenlijk al een ingewikkelde tekst, die dissertatie. Dat klopt. Ik was in de tijd teleurgesteld dat mijn moeder er totaal niet doorheen kon komen. Nee, maar dat is ook maar wel... Maar nu begrijp ik wel een beetje waarom. Vanwege de woorden, de moeilijke woorden. De semantiek. Ja, het was toch een beetje lange zinnen en zo. En weinig afwisseling in de zinslengte. Mm-hmm. Vaak verondersteld dat de lezer zou begrijpen... hoe bepaalde dingen in elkaar zitten... omdat ze vanzelfsprekend zijn, wat ze meestal niet zijn. Nee. Dus ik dacht, nou, ik heb vorderingen gemaakt. Ja, maar in diezelfde... ook voor een ander publiek gaan schrijven. Dat moet er wel bij gezegd worden. In diezelfde kringen wordt dat ook gezien als een intellectuele concessie doen. Of misschien wel een knieval zelfs. Nou, als je weet dat die, naar mijn idee, nu nogal complexe dissertatie werd beschouwd als van... ach, het is maar essayistiek. Mm-hmm. Het is geen echte wetenschap. Althans door een van de leden van de beoordelingscommissie. Ja. Dan zie je dat ik nu nog veel verder van dat pad ben afgedwaald. Ja, want ik lees je stukken nu ook... en die zijn voor een breed publiek volgens mij toegankelijk. Ja, mijn doelpubliek, denk ik, is de geïnteresseerde NRC-lezer. Ja, maar je bent niet iemand... dat zegt trouwens ook... Ik had het boek weer even herlezen. Ik had het al eerder gelezen, hoor. Het is een wat ouder boek, Maarten zonder masker. Jouw zus zegt dat trouwens ook over jou. Van Maarten is niet iemand die gaat behagen of zo. Die doet het op zijn eigen manier. Die gaat zich niet conformeren aan ik zeg het even gechargeerd... de domoren die het niet begrijpen. Nee, het is ook niet zo dat ik afdaal naar het niveau van mensen die de privé een geweldig tijdschrift vinden. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd doe ik ook niet moeite om het speciaal academisch op te zetten. Nee. Als je dat wil, kun je dat altijd doen. Mm-hmm. Strooit er wat van die ingewikkelde, van het Latijn afgeleide woorden tussendoor. En dan klaar is Kees, je neemt even een Franse uitdrukking die niet vertaald wordt. En, ja. Er zijn allerlei aardigheidjes te bedenken natuurlijk. Maar dat zou ik niet gauw doen. Nee, maar dus ook omdat je niet gevoelig bent voor gezichtsverlies onder wetenschappers? Nee, totaal niet. Nee? Nee. Maakt het jou eigenlijk nog wat uit wat hoogleraren, historische wetenschappers van jou vinden? Nou, laat ik zeggen... Als mijn dissertatie algemeen beschouwd zou zijn als slecht... Mm-hmm. In alle denkbare opzichten, zowel qua onderzoek als qua stilistische eigenschappen enzovoort. Mm-hmm. Dan had me dat wel iets gedaan, ja. Ja? Ja, het werd geweldig positief beoordeeld, dus ik was enorm tevreden met mezelf. Dat weet ik, maar juist omdat je zeg maar, daar vandaan komt... En diezelfde mensen kijken nu ook naar jouw activiteiten en hoe jij je manifesteert. Dat is altijd een... Het publiek, het academische publiek, is altijd ambivalent geweest. Je had dat massa's mensen zeggen, oh wat leuk dat je dat doet... en fijn dat je het uitlegt en dat soort van dingen. Dat is eigenlijk reclame voor de universiteit. Mm-hmm. En evenveel mensen van, ja, dat moet je toch niet doen. Want het is allemaal nutteloos gedoe. Mm-hmm. Ook waar moet je zo'n krant, daar moet je niet in schrijven. Ook niet in een krant? Nee, waar je dan godsnaam wel moet schrijven... je weet waar je tegenwoordig moet je dus Engelstalig... liefst in steenkolen Engels... in een Engelstalig Fins historisch tijdschrift publiceren. Hmm. Bij wijze van spreken. Nee, ik snap het wat ingewikkelder dan het misschien is. Ja, daar heb ik nooit veel aardigheid in gehad. Maar dat heeft binnen die kringen meer status dan een programma op NPO 2? Nee, maar dat is natuurlijk... Dat heet physics envy, heet dat in de wetenschap. Ja. Iedereen wil net zoals de natuurkunde zijn. Dus dat je... Ja. Dat je in hele deftige... het is natuurlijk heel jammer dat er eigenlijk in Nature en Science... geen historische artikelen komen. Nee. Daar ligt je status in onderzoek tegenwoordig. Ja. Heb je nog eigenlijk de ambitie om een boek te schrijven? Ja, ik ben bezig, maar het loopt niet erg snel. Ik ben door allerlei zaken in het ongereden geraakt in het afgelopen jaar. Ja. Ik ben er 5 jaar met dat boekje. Het gaat over de eerste 20 jaar van de nieuwe eeuw. Ja? Dus ik heb ook al tegen de redacteur gezegd... goed dat ik het niet af had gemaakt... want dan was die Poetin er niet ingekomen. Nee. Dat is nu dat is wel toch een vrij omvangrijk deel... aan analyse moeten worden gewijd. Mm-hmm. Maar ik had een verbouwing. Ik kreeg corona. Mijn vrouw is 2 keer gevallen. Ja. Eerst haar knie gebroken, toen haar heup. En nou ja, dat stapelde. Zij is ook gevallen 2 keer? Ik niet. Nee, zij? Nee, ja, zij is 2 keer gevallen. Maar jij bent ook gevallen? Ja, ik ben ook een keer gevallen. Maar het was gewoon van zo'n verbijsterende stomzinnigheid. Ik ga niet uitleggen aan het luisterend publiek hoe ik gevallen ben. Maar ik begreep dat toen het was een lelijke smak, laat ik het zo zeggen. Je bent in een badkamer gevallen, begreep ik. Zo is het maar net, ja. Ja. Schok je? Nou, eigenlijk niet. Ik was eerder verbaasd. Waarom? Dat ik gewoon weer opgestaan ben en vervolgens toch gewoon die dag gedaan heb wat ik moest doen. Mm-hmm. Maar pas na een paar dagen, ik werd alles blauw en het was echt ongelooflijk. Ja. Het was ook duidelijk dat enkele spieren beschadigd waren geraakt. Maar ja, pak een beet na 6 weken Nou, we staan maar weer verdwenen. Ja. En je zei heel veel dingen zijn er gebeurd. Natuurlijk ook wat wij allemaal hebben meegekregen. Logisch, want ze was een publiekslieveling. Overlijden van je zus. In hoeverre is dat ontregelend geweest voor jouw werkzaamheden? Niet echt. Nee? Niet echt. Nee, ik heb er wat over nagedacht. Van, dan moet je nu zeggen, nou, ik doe een week niks of zo. Ik ga zitten rouwen. Mm-hmm. Maar rouwen is niet... Je kunt niet zeggen, nou, vandaag dinsdag, ik ga vandaag rouwen. Ja. Ik ga er speciaal voor zitten. Nee, ja. Maar dat is nu... Ja, op zo'n manier verteld, als het raakt je toch wel op een bepaalde manier? Het raakt je enorm. Maar dat rouwen is een continu proces. Mm-hmm. Waarbij je in feite aan het vertrokken familielid met enige regelmaat denkt. En je denkt aan hele simpele, suffe dingen. Zo van, god, vandaag een prachtige, koele zomerdag. Dat had mijn zus toch op prijs gesteld. Of, wat zingen de merels vanavond mooi... Mm-hmm. Jammer dat mijn zuster het niet meer horen kan. Zo, dat type van simpele constateringen. Is er een verband met wat ik vandaag weer las in dit boek? Ik denk zeker te weten dat mijn vader wist... dat hij nooit goed zou worden in het schilderen. Gaat over jouw vader. Dat was voor hem wel een frustratie. Soms ging hij vloekend de deur uit op weg naar de plantage... ziektendeskundige dienst. Plantenziektekundige. Oh, sorry, dat zei hij planten. Belastingpapieren invullen was ook niks voor hem... Godverdomme Beppie, riep hij dan tegen mijn moeder. We verkopen de hele handel, ik koop een orgel en we trekken de wereld in. Maarten hoorde dat niet eens, geloof ik, maar ik zat te sidderen op mijn stoel. Ik zag mezelf al zo'n centenbakje langs het publiek lopen... en Maarten met een aapje op zijn schouder. Ja, dat is mijn zuster. Ja, mijn zuster had een onweerstaanbare drang om zo burgerlijk mogelijk te zijn. Ja, en als het dan gaat over het emotionele, erachteraan... de vader van Maarten was een soort Richard Gere... in hogere versnelling, een fantastische figuur, buitengewoon intelligent... tegelijkertijd had hij een distantie ten aanzien van het emotionele. Dat is een typische Van Rossum-trek. Ja, dat is zeker zo. Mijn vader had wel iets afstandelijks. Lethargisch afstandelijk. Lethargisch afstandelijk. Maar dat is volgens mij niet aan de orde nu bij jou, toch? Want het wordt een typische Van Rossum-trek genoemd, maar als het gaat over... hoe jij reflecteert op de afgelopen periode met je zus... dat is niet lethargisch afstandelijk. Nee, ik ben ook, denk ik, beduidend minder afstandelijk dan mijn vader. Mm-hmm. Mijn moeder was bijzonder temperamentvol. Mm-hmm. Geboren ruziemaker, zal ik nou maar zeggen. Ik ben bepaald geen geboren ruziemaker... maar ik heb het meer van het temperament van mijn moeder... dan je misschien zou denken. Ja. Dan al vrij pisnijdig worden. Ja. Ik ben gemakkelijk te emotioneren. Ja, dat heb je me verteld. Met Bambi filmen en jij gaat al huilen. Muziek, ik kan die bommen wat, het praktisch wat het is, maar... Ja. Maar ik ben... Weet je, misschien komt het ook, Maarten, omdat ik uit zo'n... ik kom uit zo'n Turkse cultuur en ik heb de dood nog niet van dichtbij mogen meemaken. Ja, Ga natuurlijk niet kijken naar de doden. Ga niet kijken naar de doden. Dat is een fout die jij hebt gemaakt? Ja. Ook onlangs? Ook bij mijn zuster, ja. Zij was afgelegd, zoals dat heet. Ja? En de laatste keer dat ik haar... Ik had samen met haar partner, hadden wij die laatste middag daarbij gezeten. Mm-hmm. Zij lag gedraaid in haar bed. En het gekke is dat ik steeds naar haar oor keek. Ja. En ik kon me niet onttrekken aan de gedachte... God, dat oor, dat had best nog een mensenleeftijd meegekund. Ja. Zag er zo keurig onbeschadigd uit. Die zegt niet van, hé, wat een oud oor. Het was meer een jong oor. Dat hoorde ik je zeggen bij Op1, geloof ik. En nu zeg je van, ga niet kijken naar de doden. Nee. Want wat gebeurt er dan als je kijkt naar de doden? Tenslotte wordt ze afgelegd. Dat we zeggen, verschijnt een arts. Een schouwarts heet dat ook, geloof ik. Ja. En die moet constateren dat ze inderdaad daadwerkelijk dood is. Want je weet maar nooit. Er kunnen allerlei rare toestanden zijn. Vergeet niet dat ze zich in de 19e eeuw soms lieten begraven met een belletje... naar boven, met een touwtje, voor het geval dat ze bang waren... dat ze in de kist weer wakker zouden worden. Is het echt zo? Ja, echt waar. Ja? Konden ze aan dat belletje, konden ze dan laten merken... dat ze nog leefden in de kist. Ja. Ja. Dat zal zelden het geval geweest zijn, maar het is een leuk verhaal, toch? Het is een mooi verhaal. Ja. Precies, ja. Maar het is ook... Maar je wilde vertellen van die schouwarts, dan gebeurde kennelijk iets. Ja, en toen zei ze, wilt u het nog even naar uw zuster kijken? Ja. En toen zei ik, ja... Ja. Dus ben ik samen met mijn partner even naar mijn zuster, mijn dode zuster, gaan kijken. Die was ondertussen op haar rug gelegd. Ja. En ik vond dat niet prettig. Want? Wat gebeurde? Nou, ze zag er verbazingwekkend dood uit. Maar een intelligente man als jij, die al eerder ervaring heeft met de dood van naasten, die had dat toch wel kunnen inschatten? Ja, ik heb ook mijn schoonvader ooit dood gezien. Ja? Had ik ook beter niet naar kunnen kijken. Die beelden blijven je enorm pregnant bij. Ja. Dus je kunt veel beter proberen om, als dat even mogelijk is, het laatste beeld van de levende persoon in je hoofd te houden. Maar waarom ging je kijken dan? Ja, ze vroegen, wilt u nog even kijken? En ik had er niet goed over nagedacht. Ja. Ik dacht van, ja, waarom niet? Het hoort eigenlijk zo. Maar ik had spijt. Ik had onmiddellijk spijt toen ik gekeken had. Want dat beeld heb je nog steeds op je netvlies? Yes. En dat is een heel eufemistisch gezegd beeld, akelig beeld. Ja, zeker. Ja. Want ik vroeg me ook af, en ik wil niet de hele tijd hierover hebben, want ik weet dat het een vervelend onderwerp voor jou is. Maar ik vroeg me wel af, omdat ik je eerste reactie toen heb gehoord in die eerste week ook. En kwam op mij... Kijk, dat wilde ik dus net vertellen. Ik kom uit zo'n Turks milieu. Mijn ouders zijn Turks. En daar is de dood zo dominant aanwezig. En gehuil en weet ik veel. Dus voor mij, dat hoorde misschien bij het integratieproces, was het even wennen om te zien hoe mijn vriendin bijvoorbeeld reageerde. Hoe koeltjes zij reageerde op de dood van haar tante. Jij rationaliseert het een beetje naar mijn idee. Wat natuurlijk iedereen moet doen. Maar ik voel me af, komt die klap dan misschien niet later, nu we wat verder zijn? Dat je... Nou, die klap, ik zou het ook niet willen beschrijven als klap. Mm-hmm. Het is een schrijnend proces wat lang duurt. Mm-hmm. Ja, ook door mijn vader, die is ook vrij plots overleden. Ja. Mijn moeder is jarenlang dement geweest. Dus dan is iemand weliswaar, klopt er hard nog, maar iemand is feitelijk dood. Ja. En als tenslotte de dood wordt gemeld, dan dank je de heren dat ze eindelijk dood is. Echt, zo zit dat in elkaar. Ja. Maar zowel mijn vader als mijn zuster zijn dus onverwacht overleden. Ja. En dat is een heel lang proces voordat je daaraan gewend bent. Mm-hmm. Ik weet nog, heel lang was het zo, ging de telefoon en dacht ik, het is mijn vader om te melden dat het... Echt waar? Ja, dus dat hij helemaal niet dood is, maar tijdelijk naar Frankrijk is gegaan om het spoor van Van Gogh terug te volgen. Een neiging die hij had. Ja. En is het dan ook zo dat je nu bijvoorbeeld, dat er iets gebeurt en dat je dan een reflex hebt om misschien je zuster te gaan bellen, maar dat kan helemaal niet? Of dat je graag iets wilt delen, maar dat kan helemaal niet? Dat soort momenten vaker? Nou, ik weet wel, bij het publiek van De Slimste Mens zat een man met een korte broek. Mm-hmm. Ik heb een ontzaglijke hekel aan een korte broek. Dat had ik nooit aan mijn zuster verteld. Ja. En we bezochten samen een museum in verband met die opnames. Ja. En daar liep een man met een korte broek. Ik zei, god, het is toch verschrikkelijk, een man met een korte broek. Het is dermate schrijnend, onesthetisch. Dit zou onmiddellijk verboden. En mijn zuster die barstte uit. Ja, dat is iets... Die dacht daar net zo over als ik. Ja. En dan zie je een soort wonderlijke, op zichzelf totaal irrelevante verwantschap. Ja. Die er vanzelfsprekend is. Ik heb dat nooit gedeeld met mijn zuster, dat ik een enorme takkenhekel aan korte broeken had. Ja, nee, maar dat is niet relevant als je misschien naar het onderwerp kijkt. Maar het staat wel iets groter, sorry, want jullie zijn kort na elkaar geboren en dat zijn de genen. Ja, wij leken natuurlijk sprekend op elkaar. Dat is natuurlijk zo klaar als een klontje. Ja. Er zijn maar weinig mensen die zo op mij leken als mijn zuster. Ja. Het was ook degene van alle levende mensen, degene die ik het langste kende. Ja? Aangezien verder iedereen dood is. Mijn vader, mijn moeder, mijn grootvaders, mijn grootmoeder. Alles is dood. Ik ben 78. Ja, ik weet het, ja. Ook misschien een van de, laten we zeggen, 3 personen die het meest vertrouwden op de wereld? Nou, ik zag mijn zuster zo vertrouwen met van alles en nog wat. Maar er zijn massa's mensen die ik wel vertrouw. Ja? Ja. Dat zat niet in een hoger segment? Nee, het is niet zo dat ik een diep wantrouwen koester ten opzichte van een groot deel van de mensen die ik ken. Het is iets anders als we het hebben over publieke persoonlijkheden. Ja. Dan weet je natuurlijk dat ze in allerlei opzichten niet zijn wie ze tonen te zijn. Nee. Nou. Dat heb je ingecalculeerd. Ja. En hoe gaat dat dan? Kijk, nogmaals, hier spreekt iemand die totaal geen ervaring heeft met de dood in zijn naaste omgeving. De eerste schil, zelfs niet de tweede schil. Is het voor jou... Kijk, je noemde net zelf je leeftijd. Er zijn meer mensen in je omgeving gestorven Ga je dan gewoon, niet gewoon, maar kan je dan wel verder gaan? Alles op dezelfde? Zeker. Ja? Ja, zonder grote problemen. Wat moet je anders? Nou, er kan iets geknakt zijn. Er kan, weet ik wat. Je kan een deukje oplopen hier, een krasje daar. Nee, het is meer een schuurplek, zou ik zeggen. Hmm. Het is een beetje... Als je die wielrenners ziet vallen... Mm-hmm. Je weet dat die schaven dan een heel eind over. Dat ziet er verschrikkelijk uit, werkelijk. En het brandt ook wel. Ja, het doet hartstikke pijn, ongetwijfeld. Ja. Maar zoals je weet, vrijwel altijd klimmers op de fiets. Dan krijgen ze zo'n verbandje omheen en die fietsen gewoon door. Ja, maar de helft zit wel onder de doop. Ik zit niet onder de doop. Dat kan ik in ieder geval getuigen. Ja. Want daar was even nog sprake van... Daarna hou ik je helemaal over op. Maar die serie, die zou jij graag voortzetten? En dat wil Sky High ook wel. De productie... Omdat natuurlijk de data ingepland zijn. Ja. Het budget is er. Het was allemaal klaar. We hadden de eerste aflevering net gedraaid in Zierikzee. Ja, is uitgezonden. Bepaald niet onze beste aflevering. Maar goed, we hadden dat net gedaan. Ja. Dus... Ja, wij willen er wel mee door. Dat wordt nog overleg overgevoerd. Mm-hmm. Ik weet niet of je weet dat overleg in Hilversum een heel bijzonder proces is. Ja, dat gaat langs de 19 lagen. Nou, dat is nog een aantal statementen. Het is verschrikkelijk werkelijk. Ja. We hebben de tijd, geloof ik, 2,5 jaar gewacht op een besluit... om die serie met mijn broer en zus te maken. Ja. Nou ja, of iets in die geest. Ja. Dus dat moeten we even afwachten. Mm-hmm. Dat betekent natuurlijk toch dat als we het min of meer in de bestaande vorm voortzetten... dat mensen onvermijdelijk zullen zeggen, oh, wat jammer, dat zit er niet bij. Is terecht. Maar dat betekent wel dat ik van plan ben om de inhoud wel iets te verschuiven. Ja, want je kan niet iemand anders ernaast zetten, want die legt het altijd af. Dus we gaan niet iets met schilderijen doen. Ja. Dat is eigenlijk het enige punt waar we nog wel eens herrie met elkaar hadden. Ja. Omdat mijn zus natuurlijk kunsthistorica was... en in allerlei opzichten toch deels beïnvloed... door de misvattingen die in de kunstgeschiedenis bestaan... over wat mooie schilderijen zijn en wat niet. Ja. Kunsthistorici kennen namelijk geen mooie schilderijen... die kennen alleen interessante schilderijen. Ja. Ja. Schilderijen die terugverwijzen naar reeds bestaande schilderijen... en vooruitwijzen naar schilderijen die nog moeten komen. Precies, ja. Dat heeft allemaal te maken met een kanon en allerlei andere poppenkast... Ja. Met als gevolg dat je een groot deel van de schilderkunst mist. Omdat die toevallig niet in de kanon zit. Nee. Heb je niet in Parijs ooit een doekje geschilderd? Dan doe je niet mee. Het is allemaal maar waar. Dan tel je niet mee. Ja, of je moet van een zodanige gigantische, onvermijdelijke, onontsnapbare proporties zijn... dat je toch mee mag doen. Maar het is heel benepen in allerlei opzichten, vond ik. Ik zwijg nog over een non-figuratieve kunst... die volgens mij althans voor een niet onbelangrijk gedeelte... gewoon een vorm van oplichterij is. Ja. Ja, ja ik zie je wel een beetje zo, oh jee. Nee, helemaal niet. Niet oh jee, maar je weet welk programma ik ook presenteerde... met de schilderijen en zo. Dus, dat vond ik ook heel leuk. Ja, nee, maar ik bedoel... Dat is per definitie figuratief. Want als iemand een abstract portret zou maken... Ja. Dat zou een beetje een wonderlijke ontwikkeling zijn eigenlijk... in allerlei opzichten. Nee, het gebeurt wel. Wel vermakelijk overigens, maar goed. Ja. Nee, maar ik bedoel meer van... ja, dat is natuurlijk... inherent aan die kunst, dat er zoveel gedachten en ideeën over het bestaan... Ja, en de kunst is natuurlijk een beetje de weg kwijtgeraakt. Wanneer? Ja, nou, natuurlijk vanaf het moment dat het modernisme zich aandient. Ja. En aanvankelijk is dat natuurlijk een enorm stimulerende, revolutionaire ontwikkeling. Dat is het impressionisme, misschien deels ook nog het expressionisme. Mm-hmm. Er zijn natuurlijk ook magisch realisme heeft ook een aantal interessante dingen opgeleverd. Maar wat vind je van de... Je hebt net over de impressionisten van de Monet, Manet... nee, dat is allemaal prima. Dat is prima wel? Ja, okay. Zeker. Dat is het probleem niet. Dat was toch goed? Ja, dat is geweldige kunst. Ja. He? Maar er is allerlei volkomen abstracte kunst die ik niet geweldig vind. Nee. En de kunst heeft ook de neiging om zogenaamde ideetjeskunst te worden. Dat je denkt, dat is een hartstikke leuk idee. Maar had het even opgeschreven... Dan hadden we al de moeite niet hoeven te doen om deze achterlijke opstelling in het museum te maken. Oké, dus dit wordt een beetje de toon als jij straks kunst gaat beoordelen. Maar daarom ga ik dat dus niet doen. Ja. Nou ja, laat ik als praktisch voorbeeld. Nummer 2 op de lijst was Emmen. Mm-hmm. En nou, Emmen heeft sowieso, ik geloof, niet een museum wat vol staat met ontzettend aardige schilderkunst, bij mijn weten. Maar Emmen is ook een soort energiestad. Mm-hmm. Dus dat kunnen we dan wat verschuiven. En dan gebruiken we energie eigenlijk als concept om die uitzending mee te vullen. Ja, ja. Want natuurlijk de veenstekerij. Ja, absoluut, ja. Nederland heeft natuurlijk heel lang gewerkt met turfverbranding. Ja, ja. En je weet het misschien niet, maar in de buurt van Emmen is het grootste olieveld van West-Europa. Hmm. Een immens olieveld, maar met olie die lastig te winnen is. Oké. Daar zijn ze op een goed moment mee gestopt, omdat er eigenlijk niet veel meer uitkwam. Maar je hebt allerlei moderne winmethoden. Ja. Dus stoominjectie bijvoorbeeld, waardoor de spul wat opwarmt en wat makkelijker naar boven komt. Ben je nu voorzichtig het debat aan het starten of we misschien olie moeten gaan pakken uit Emmen? Dat is deels ook gebeurd, maar ook weer stopgezet. Maar ja, opnieuw moeten gaan pakken. Ja, het is een interessant verhaal. Mm-hmm. Wie weet of we het nu kunnen gebruiken. En natuurlijk omdat we omdat we een lastige situatie zitten. Ja. Zitten we met een energieprobleem. Nou, daarover gesproken. Ik vroeg me dus af. Over het programma trouwens, als mensen nu denken, wat gebeurt er? Je bent eventjes aan het wachten totdat de NPO iets zegt. Ja, daar moet even over gesproken worden. De producer moet daar met de NPO over spreken. Maar de wil is er. De wil is er en volgens mij ook bij de autoriteiten. Ja, en het voelt niet als een soort... Het is een beladen woord, maar het zit nu in mijn mond. Het voelt niet als een soort verraad aan je zus of zo, dat je het gaat voortzetten. Nee, dat gevoel heb ik niet. Nee. Zij zouden er alle begrip voor hebben, naar mijn idee. Perfect. Zetten we een streep onder? We alle drie altijd hebben gezegd dat we het liever alleen presenteerden. Ja. Ja. Ongelukkigwijs ook met een broer en een zus zaten. Ja. En wat blijkt, de mensen vinden het leukst omdat er ook een broer en een zus waren. Ja. Want er 2 broers en een zuster waren. Ja. Nee, maar ik weet dat jullie dat vinden. Dat jullie het alleen moeten presenteren. Maar het publiek smult ervan. Ja. Om die... Dat er frictie is. Ja, die dynamiek die er is. Maar je had het even over de energie, zei je. En ik vroeg hem af, volg je nog steeds met dezelfde passie en op dezelfde manier, ben je op dezelfde manier geëngageerd als het gaat? Bijvoorbeeld deze week was het natuurlijk heel interessant met die boerenprotesten. Niet ver hier vandaan, bij Stroe. Kijk je daar dan naar? Nou, kijken niet, maar ik lees er wel over. Ja. Kijk, tv kijken zonder van je tijd, omdat de informatiedichtheid van een tv-uitzending beperkt is. Dat klopt, maar je kan wel zien... Je kunt beter 2 bladzijden in NRC lezen over de materie. Nee, over de materie wel. Dan ben je goed geïnformeerd. Maar over de beeldvorming, dat is natuurlijk bij uitstek op tv. Ja, dat zijn natuurlijk een aantal punten die de beeldvorming bepalen. Ja. En dat is dat ze op de vierbaanswegen rijden en tegen de richting inrijden. Ja. Natuurlijk weer de bekende doodsverwensingen. Zonder doodsverwensingen schijnt het in Nederland überhaupt niet meer mogelijk te zijn... om een politieke discussie te voeren van enigerlei aard. Ik vind dat de boeren zich, zeker ook die Farmers Defence Force... zich in een hele ongelukkige richting hebben ontwikkeld. Ik vind ook het laten vallen van zo'n term als burgeroorlog. Wat is dit voor lachwekkende onzin? Het wordt ook gezegd door Joba Segers van de ChristenUnie. Ik weet het, die kwam ermee. Ja, die begon ermee. Die nam het als eerste. Maar kennelijk is die zorgelijk gestemd. Ja. Maar ik vind dat we ons veel te veel hebben uitgeleverd... aan de intimidatiemogelijkheden van de boeren. Ja. Ik vind dat daar... Ja, wie is we? We hebben dat gedaan. Wie is dat? De Nederlandse overheid. Ja. In feite hebben we nu geleerd dat we bij welk wisselwasje dan ook... dat de boeren niet bevalt... Mm-hmm. Hebben wij ze een instrument in handen gegeven om het land grondig te ontregelen. Maar deze week was er toch geen knieval van de overheid? Nou, dat niet, maar in feite begreep ik dat de nummerborden waren afgeplakt. Ja. Dat is allemaal crimineel gedrag. Mm-hmm. Alleen noemen wij dat voor het gemak niet zo. Mm-hmm. Maar ik vind dat de handhaving veel te wensen overlaat. En waar heeft dat mee te maken, denk je? Lafheid? Een soort angst. Angst. Ja, complicaties. Laten we voorzichtig pap en nat houden. Misschien gaat het weer over. Nou ja, het bekende slapjanense politiek. Ja. Dus ik zou wel graag zien dat de boeren duidelijk wordt gemaakt tot hier en niet verder. Ja. Ik vind de retoriek van de boeren totaal onverantwoord. Ja, maar de boeren bestaan natuurlijk niet, hè? Nee, dat weet ik ook wel. Maar degene waar we van horen... Ja. Ja, dat is heel ongelukkig. Ja, dus dat zijn wat meer de hardliners, de boeren die zeggen... Ja, maar het zijn de hardliners die de toon zetten. Ja, en misschien zijn die andere boeren ook iets te stil. Nou, ik begreep dat er nogal wat boeren zijn... die van deze poppenkast eigenlijk niet zoveel moeten hebben. Ja, ik hoor ze zelf. Maar die zouden zich dan ook moeten organiseren. Ja, maar die hebben dan te maken met... Die hebben daar natuurlijk geen zin in, dat begrijp ik ook wel. En die hebben er te maken... Maar we hebben in de publiciteit te maken met de, laten we zeggen... de harde retoriek van de radicalen. Ja, en als je dit vergelijkt met laten we zeggen, afgelopen 100 jaar... en dan hoeft het niet specifiek over boeren te gaan... Is het vergelijkbaar met een eerder sentiment in onze samenleving... waarbij één groep zo aanwezig is vanuit de samenleving in het debat? Ja, je kunt denken natuurlijk aan het stakingswapen... wat heel lang gebruikt werd, vaak al zonder verschrikkelijk veel effect. Ja. Maar wat in Nederland eigenlijk zeker na de oorlog geen rol van betekenis meer heeft gespeeld. Bij de boeren is het zo dat als ze natuurlijk in een groepje met klompen aan het Binnenhof zouden opmarcheren... en dan zouden scanderen dat het allemaal schande is... dat er verder niet zo verschrikkelijk veel aan de hand zijn. Zij beschikken over een uniek wapen... Mm-hmm. Vandaar dat ik ook al heb gedacht... kan ik niet zelf een verhuurbureau voor tractoren oprichten. Dus dat je aan, ook als de onderwijzers gaan demonstreren op het Malieveld... Ja. Wat iedereen wel gezellig en leuk vindt en er is niets aan de hand... Ja. Maar dat je tegen die onderwijzers even belt... en zegt dat je met overheidssubsidie... graag bereid bent om 50 trekkers te verschaffen. Ja. Om het verkeer en het honden te sturen... om met afgeplakte nummerborden enzovoort enzovoort. Ja. Ja, het gaat wel... Ik schrijf er natuurlijk over en ik volg het hier. Een boer-burgerbeweging is hier in Deventer ontstaan... dus ik volg het met extra interesse. Maar wat is nou echt de oplossing dan precies? De oplossing is vrij simpel. Dat we tenslotte het stikstofprobleem moeten oplossen. Dat is door onze overheid op basis van, naar mijn idee... geheel verkeerd begrepen ideologische beginselen... weer gedelegeerd naar de provincies. Ja. Niet voor niks dat het op het congres van de VVD 51% tegen die maatregelen stemt. Ja. Want dat zijn allemaal provinciale politici en die zien de bui wel hangen natuurlijk. Die zitten met de ellende. Het is ook door het kabinet niet erg verstandig gepresenteerd. Nee. Dat had in een wat groter concept moeten worden ondergebracht natuurlijk. Namelijk dat iedereen aan dit project zal moeten meewerken. Maar het is toch ook volstrekt kansloos, Maarten? Want ik las vandaag een stuk in de Stentor. Dat is de krant van hier. En het ging over de potentie van de boer-burgerbeweging... straks met de provinciale verkiezingen. En zij gaan overal de grootste worden straks. Ja, dat is hartstikke leuk, maar dat zal niet lang duren. Nee, maar ze hebben dan wel heel veel zetels in de Eerste Kamer. Ja, en al die plannen die er doorheen moeten, dat wordt dan heel lastig. Ja, dat zou kunnen, maar tenslotte zal het toch gebeuren. Ja, maar dan wel vertraagd. Zoals alles in Nederland uiteindelijk pas na zeer lange vertraging tot stand komt... maar tenslotte zullen de boeren dit verliezen. Dat we zeggen... Verliezen is natuurlijk... de concentratie van de stikstofuitstoot... valt vrij goed te zien op kaartmateriaal. Ja. En dat kan heel goed geconcentreerd aangepakt worden. Maar ben je dan helemaal niet... Want ik, weet je, rationeel en zo... dat kun je er overal in meegaan. Ik bedoel, als ik het aan de mens Maarten van Rossum vraag... ben je er helemaal niet gevoelig voor de emoties van die boeren... Die zeggen, ik ben best gevoelig voor die emoties van die boeren. Die zeggen, ik wil dat mijn kinderen ook gaan boeren. En dit is een familiebedrijf, al 4, 5 generaties. Ja, zeker. En hoe zou je dat op een ordentelijke manier kunnen... Door een behoorlijke financiële afvloeingsregeling te organiseren. Hebben we dit geluid gehoord toen onze grote scheepswerven zijn gesloten... waar tal van mensen in 3 generaties mooi werk op de scheepswerf hadden gedaan. Hebben we toen dat gezeik ook gehoord, dat zijn opa er ook al was... en dat er een goede reden was om die scheepswerf om die reden dan maar in stand te houden. Ondanks miljarden verliezen, nee, natuurlijk niet. We zijn namelijk voortdurend bezig om beroepsgroepen deels te laten verdwijnen... en de arbeidsmarkt ingrijpend te veranderen in de loop der tijden. Mm-hmm. Loodzetters zijn toch ook niet met tractoren naar Den Haag getrokken om ervoor te zorgen dat de loodzetterij intact bleef. Mm-hmm. Die is gewoon totaal compleet verdwenen en vrij snel ook nog. Ook vaak een beroep waar in generaties heel fijn werk gedaan was. Ja, wat is het bijzondere van boer, als ik vragen mag? Wat het bijzondere is van boer? Ja. Nou ja. Waarom is een boer bijzonderder dan iemand die 3 generaties op een scheepswerf heeft gewerkt? Ja. Nou ja, ten eerste, de boer is denk ik nog wel iets meer nodig dan de loodzetter. Dat is wel een ding. Ten tweede... Nou ja, dat is een ander wonderlijk probleem dat wij steeds... Ik pas hier voortdurend in een wijenbord, wij zorgen voor uw voedsel... Ja, dat wil ik zeggen. De boer zal zeggen van ja, wij zijn nodig om... het probleem met de productie van de Nederlandse agrariërs is dat 70% van die productie geëxporteerd wordt. Ja, ik hoor dus niet alleen zorgen we voor de voedsel van Nederland, maar ook voor een deel van de Bondsrepubliek. Kijk, ik wil dus nooit zo echt zo in die cijfers gaan mengen, maar omdat ze allemaal ook andere cijfers hebben. Is dat ook niet het probleem? Ja, dat is een van de strategieën die ze volgen. Namelijk het twijfel zaaien aan bestaande cijfers die over het algemeen heel betrouwbaar zijn. Maar dat doet ook die mevrouw van de BB. Beweging zeggen. Ja, ik geloof niet aan complot, ik twijfel. Ja. Ik twijfel. Ik word verscheurd door twijfel. Ja, dat was een mispeer, ja. Wezenloze kletspraat. Ja. Nee, daar komt nog een heel ander punt bij. Mm-hmm. Namelijk die stikstof waarvan nu wordt gedaan alsof het vorige week ontdekt is... en de bestrijding ook vorige week voor het eerst bedacht is... dat is een probleem dat al decennia bestaat. Mm-hmm. Waar al decennia voor gewaarschuwd wordt. Waar al decennia pappen en nat houden... de bekende overheidsstrategie was. Hè? Want dat was dat planten van... Ja. Dat was het planten van de boompjes. Ja. We zouden boompjes planten als we gewoon deden wat we altijd al deden. Ja. En dat zou voldoende zijn. En daar heeft de Raad van State... een jaar of 3 geleden gezegd... ja, dat is mooi, maar dat werkt helemaal niet. Maar als een boer zegt... ja, maar Tata Steel mag wel gewoon doorgaan. Ja, dan heeft hij groot gelijk. Want Tata Steel moet ook beperkt worden... in zijn stikstofuitstoot. Ja. En dat betekent dat dat productieproces of moet verdwijnen. Mm-hmm. Maar ja, dan weet je, dan gaat het gewoon ergens anders stikstof uitstoten. Ja. Of dat het productieproces, dat kan heel goed, aangepast moet worden... op een zodanige manier dat de stikstofuitstoot vermindert. Ik ben nu een documentaire in Turkije aan het maken. Ik ga morgen weer trouwens. En dan zie ik ze zo bezig daar. En dan denk ik van, waar gaat het allemaal over waar we in Nederland praten? Ja, dit zijn dingen die in... Turkije een mindere rol spelen, zoveel is duidelijk. Ja, en het is ook een behoorlijk veel groter land en dan ook andere landen. En denk van, ja, waar zijn we hier eigenlijk mee bezig? Wij gaan de wereld niet redden, denk ik dan altijd. Nee, maar het feit dat wij als Nederland de wereld niet gaan redden... wil niet zeggen dat wij daar maar helemaal niks aan hoeven te doen natuurlijk. Dat zou nogal een onverantwoord standpunt zijn. Ja. Wij zijn bovendien, als het om de stikstof gaat... gebonden aan Europese Unie-maatregelen en overeenkomsten. Ja. Wij zijn wel het allervieste mannetje van Europa. Jij bent zo altijd van relativeren. Hè? Stel, het is een situatie van 100%. De wereld, planeet, 100%. Nederland is misschien 0,4% of zo. Nou, reken er maar uit. In Nederland is natuurlijk... Een van de problemen waar we in Nederland aanhoudend natuurlijk mee worstelen... is dat het een heel klein land is. Ja. Met een zeer omvangrijke bevolking. Er wonen in Nederland ongeveer evenveel mensen... als in alle Scandinavische landen bij elkaar. Ja. En die bovendien nog enorm welvarend zijn. Je hebt natuurlijk andere landen die heel dicht bevolkt zijn... maar niet in de verste verte zo welvarend als wij zijn. Ja. He? Ja. Want jij bent welvarend en ik ben welvarend. We zijn allemaal welvarend. Jij hebt een hele grote auto. We zitten hier op het plein. We kijken op een plein in Deventer... waar naar mijn berekening ongeveer 15.000 mensen bezig zijn... om zich te bezatten. Ja, nee, dat klopt. Er wordt heel veel geconsumeerd, om even zo te zeggen. Ja. Taxis rijden langs. Ik moet zeggen, dat is een beetje bedriegelijk. En lees je al die stukken in de krant van al die ellende in Nederland. Armoe en die zal er wel zijn... Maar er is weinig van zichtbaar. Gisteravond wilde ik ergens gaan eten. Ik had nergens gereserveerd. Kon in 4 restaurants niet terecht. Was helemaal vol. Heb je het al? Ja. Dit is zoiets, een beetje kroegpraat is dit, hè? Maar ik zat zo te denken, er gaat heel veel mis in Nederland. Het lukt niet met KLM, het lukt niet met de NS... Het lukt niet met stikstof, met boeren. Het lukt niet met IC-bedden. Groningen lukt niet. Het was een gedachtenspel voordat alle luisteraars boos gaan worden. Ik dacht van, zou Nederland zich niet moeten aansluiten bij Duitsland? Dat is een heel bekend en lichtelijk komisch werkend voorstel. Ik doe dat wel eens bij lezingen. Ja. Ja, er was ooit een Partij van de Arbeidman... Die tijdelijk, god, hoe heette die nou toch ook weer? Hij is ook tenslotte tijdelijk burgemeester volgens mij van Roermond geweest of zo. Roermond. Het was een man met een baardje. En die heeft ooit een lezing gehouden, een hele komische lezing. Ja. In mijn herinnering in ieder geval. Maar die zegt van, kijk nou eens, Noord-Rijnland-Westfalen... dat is ongeveer even groot als Nederland. Heeft praktisch evenveel inwoners als Nederland. Het is ietsje armer dan Nederland, wij zijn ietsje rijker. Ja. Maar als wij ons nou gewoon als een van de landen bij Duitsland aansluiten... Ja. Want je zit zonder overheadkosten. Mm-hmm. Buitenlandse dienst kun je delen. Het leger kun je delen. We mogen nou al in die Duitse tanks rijden. Dus dat kan alleen maar uitgebreid worden. We maken nu al gebruik van de zorg. Nog langer met die tanks rijden... Ongetwijfeld. Nou, je kunt je een aantal andere dingen voorstellen. Ja. Duitsland functioneert goed. Ja. Het feit dat als we hier de operaties moeten inhalen... blijken die in Münster uitgevoerd te worden. Dus klaarblijkelijk hebben ze dat beter op de rails dan wij. Ja. De Belgen hebben per hoofd van de bevolking 2 keer zoveel IC-bedden als wij. Want als je vervolgens natuurlijk je hele COVID-beleid op IC-bedden stuurt... en je hebt in Nederland het medisch bedrijf... tot op het bot bezuinigd en efficiënt gemaakt... Ja, dan zit je natuurlijk bij zo'n pandemie... zit je meteen eigenlijk met de handen in het haar. Maar dat is het helemaal. Dus nogmaals, boze mensen, we gaan het niet doen... Maar het is hebben een hele efficiënte gezondheidszorg. Ja. Echt geweldig efficiënt. Ja, maar er moet geen crisis komen. Maar er moet geen crisis komen, want dan loopt de zaak vast. Nee, en als je naar Nederland kijkt als een bedrijf... BV Nederland, wat Rutte lijkt te doen. Dat is een van de grote denkfouten... dat een overheid de BV Nederland zou moeten zijn. Maar dan zou je kunnen zeggen... Ja, dit is geen gezonde bedrijfsvoering in BV Nederland. En misschien zijn we op sommige punten failliet. In elk geval moreel failliet. Ja, dus het is wel echt een geschikt bedrijf om over te nemen. Bijvoorbeeld door die Duitsers. Om te reorganiseren. Over te nemen. Ik denk niet eens dat Nederland gereorganiseerd moet worden. We moeten op een aantal terreinen moeten we afstappen van een ideologie... waarbij van de BV Nederland. En dat dus een zo efficiënt mogelijke, kleinschalig mogelijke... goedkoop mogelijke overheid zou moeten zijn. Dat is per slotverrekening het startpunt van de VVD geweest. Ja. En al die coalitie. Laten we wel wezen voordat we de VVD en Rutte van alles de schuld geven. Ja. Dat zijn altijd brede coalities geweest... die met deze poppenkast zijn meegegaan natuurlijk. Absoluut. Aan dat populisten hebben we niets gehad. Dat is toch allemaal geschreeuw vanaf de zijlijn. Nou, dat ben ik niet met je eens. Vertel eens wat we daaraan gehad hebben. Nou, ze hebben een toon gezet. Waardoor nou, een hele ongelukkige toon, jammer. Nee, maar dat hebben we dus aan... Nee, we hebben niks positiefs aan hen gehad, maar ze hebben wel een inbreng... Als je zegt van, ze hebben een heel negatieve invloed gehad... op het maatschappelijke debat, dan sta ik geheel achter je. Ja, en maar beleidsmatig hebben we nooit iets gehad aan... Nee, misschien niks positiefs. 0,0. Nee, dat klopt. Maar wel een verschuiving. En dat is voor hen positief. Nou ja, neem die politici die bij die boeren op dat podium stonden. Hè? Ja, al die allemaal gemakzuchtige lul praat dat het helemaal niet nodig is. En helemaal, nou ja, dat is maar doen. Ja. He, dus dat is altijd bij de populisten. Het is altijd gemakzucht, eenvoudige oplossingen die niemand tot op heden heeft ingezien. Maar die natuurlijk helemaal geen oplossingen zijn. Nee. Dus kortom, zal er op het punt van de stikstofuitstoot... uitgebreide maatregelen moeten worden genomen. Zeker. Ja, en het gaat ook gebeuren, zeg jij. Ja, dat gaat ook gebeuren. Met enige vertraging. Daar heb jij aan toegevoegd met vertraging. Ja. Dat geef ik grif toe, want zoals je weet... gaat alles in Nederland met een unieke vertraging. Ja. En niet voor niks is dat die wereldberoemde uitspraak... was het niet Heinrich Heine... Als de wereld vergaat, dan moet je zorgen dat je in Nederland bent... want dan komt het pas 50 jaar later. Ja, klopt, ja. En, om even... We zijn in Duitsland geweest, we zijn in Nederland geweest... en Amerika natuurlijk, daar gebeurde ook deze week iets bijzonders. Met de abortusrecht. En het carrierrecht. Ja, ik dacht wel... Voordat we het daarover gaan hebben, ik dacht wel van... wij zijn altijd voorlopers als het gaat om als een ander land zich achterlijk gedraagt, dan komen de sancties, dan komen de veroordelingen, dan moet een ambassadeur op het matje geroepen worden. Ja, dat is in Amerika natuurlijk altijd zo geweest. Kijk, zij zijn per definitie het beste land ter wereld. Als er één land is met een zeer goed georganiseerde zelffelicitatiedienst, dan zijn het wel de Verenigde Staten. Terwijl iedereen natuurlijk weet dat dat helemaal niet waar is. Vrijwel alles is in de Verenigde Staten slechter dan bijvoorbeeld in Nederland. Ja, maar als je het bijvoorbeeld als Nederlandse regering veroordeel je moderne slavernij in Qatar bijvoorbeeld. Ze gaan niet naar het voetballen. Zeker. Dan zou je toch ook nu dit moeten veroordelen met harde woorden, voor wat ze ook waard zijn, want die Amerikanen weten niet eens waar Nederland ligt. Maar je zou toch wel iets van... Ze verwarren Kopenhagen vaak met Amsterdam. Precies. Kijk, al die kleine West-Europese, ze kennen vaak de geografie van hun eigen land niet. Ja. Het is een continentale staat die uit 50 staten bestaat, per slotverrekening, waarvan er 2 ongeveer even groot zijn als Frankrijk. En ongeveer dezelfde aantal inwoners hebben. Dus je hebt het wel over een uitzonderlijk land natuurlijk. Maar wat zegt het over onze afhankelijkheid en ook moraliteit, dat wij op Twitter en weet ik veel wat wel allerlei stevige... Het is een klokje van mij, dan weet ik hoeveel laat het is. Wel stevige meningen hebben over al die Rusland natuurlijk en Saudi-Arabië. Maar wij hebben toch ook stevige meningen over Amerika? Maar niet op bestuurlijk niveau. We hebben niet dat we... Nee, we kijken wel link uit, want we zijn natuurlijk volledig afhankelijk van ze. Dat zien we nu in Oekraïne natuurlijk. Ja. Wij staan pal achter de Oekraïne. Behalve Nederland natuurlijk, dat was pas na een lange aarzeling in staat om pal achter de Oekraïne te gaan staan. Ja. Weer van een onbeschrijfelijke suffigheid, dat beleid van Rutte en die Hoekstra. En daar hebben ze zich een enorme pleefiguur geslagen met dat COVID-fonds. En die kinderachtige lulpraat van dat duur was en dat moesten we niet doen. En de EU moest geen geld lenen, was Nederland tegen, wat ging dat kosten? Nou ja, de bekende kruideniersmentaliteit. En nu doen we het weer. Er was natuurlijk sprake van dat Oekraïne zou worden uitgenodigd om kandidaat lid te worden. Zeker. En wie zijn er dus tegen? Rutte? Ja. En kijk, als je internationale bladen leest, dan zie je, ja, Nederland is weer dwars liggen. Ja. Onze reputatie is echt serieus beschadigd. Nee, Zelensky moest zelfs nog Rutte vragen van, weet je, zeg tenminste waar je voor staat en doe niet zo vaag. Dan moest hij hem nog zelfs vragen. Heel pijnlijk allemaal. En dan gaan ze tenslotte toch door de pomp. Ja, overruled door de Europese Commissie. Nou, en door het feit natuurlijk dat Frankrijk en Duitsland en Italië... Die Draghi en Macron en Scholz zijn naar, geweest? Naar Kiev geweest. Maar, kijk, dat is dus die zelfoverschatting ook wel. Of, wat is het eigenlijk? Ik noem het zelf, maar wat is het eigenlijk wel? Wat is het is een soort wonderlijke kruideniersmentaliteit. Nee, dat snap ik. Maar is het dan ook nog bezig zijn met je binnenlandse politiek? Ja, dat je denkt dat de binnenlandse politiek daar een belangrijke rol speelt. Dat is het. Ja, natuurlijk de populisten enorm anti-EU zijn. In Nederland sowieso, naar mijn gevoel, ook ondershuids een anti-Europese Unie-sentimenten leven. Die aangestoken zijn natuurlijk. Ja, je bent gauw geneigd om die populisten van alles de schuld te geven. Ja, maar het is de VVD die met dat gelul begonnen is. Ja, maar het was te duur en als je visie had, moest je naar de opticien en maar dat soort van... Maar het was ook een handelsverdrag, hè? Associatieverdrag was natuurlijk ook... Jawel, dat handelsverdrag dat overigens, ik geloof 800 pagina's 3 dichtbedrukte tekst was. Ja. Ik neem aan dat de meeste personen die zich met die zaak hebben beziggehouden dat niet hebben gelezen. Nee. En de organisatoren van het hoogst ongelukkige raadgevende referendum natuurlijk. Ja. Die gingen het alleen om de EU zwart te maken. Die waren verder geen bal geïnteresseerd in de Oekraïne. Dat hebben ze later ook wel toegegeven. Ja. Ja. Maar... En laten we eerlijk zijn, laten we even naar de cijfers kijken. De opkomst bij het raadgevend referendum was 32%. Net 2% boven het absolute noodzakelijke minimum. Van die 32% heeft 60% tegengestemd. Dat is van het totale electoraat, reken het even uit, 18% plus. Ja. Terwijl dat handelsverdrag door Eerste en Tweede Kamer met hele ruime meerderheden goedgekeurd was. Ja. Maar om even... Kijk, referenda hebben een zogenaamde negative bias. Het zijn sowieso mensen die overal tegen zijn, die komen stemmen. Ja. En dat heeft verder... Vaak stemmen ze helemaal niet over de kwestie die aan de orde is aan het referendum. Maar omdat ze de minister-president een zeikert vinden. Gewoon meer een algemene afkeer van de politiek. Ze de pest aan hun vrouwen hebben. Of nou ja, wat voor reden dan ook, stemmen ze tegen. Zelfs pest aan hun vrouwen, ja, dat schijnt ook veel voor te komen. Ja. Ja. Maar wat is er nu met... wat is er nu met Amerika aan de hand? Want, maar dat is nogal een vraag. Ja, nee, maar nog tijd voor? Nee, we hebben nog 5 minuten ruim. Ja, maar jij kan het heel goed. Nee, want kijk, ik lees alle commentaren, alle opinies. Maar niet veel mensen weten precies hoe het systeem in Amerika werkt. Het zijn vooral de zuidelijke staten die waarschijnlijk hiermee iets gaan doen. Dat betekent dat in andere staten niet echt iets gaat veranderen? Nee, laat ik proberen zo snel mogelijk in die 5 minuten iets van te bakken. Eigenlijk traditioneel was het zo... we houden ons even aan de periode na 1945... anders wordt het allemaal nog verschrikkelijk veel ingewikkelder... Ja. was het zo dat beide grote partijen complexe coalities waren. Mm-hmm. Dus in de Republikeinse partij had je vooruitstrevende Republikeinen... meestal uit New England, maar ook hele conservatieve Republikeinen... meestal op economische grondslag... En de Democratische partij was helemaal een hele wonderlijke partij... want die had een betrekkelijk progressieve... en omvangrijke linkervleugel, die refereerde aan de stedelijke bevolking in de Verenigde Staten... maar meer in het bijzonder aan de noordelijke stedelijke bevolking in de Verenigde Staten. En er was een zuidelijke vleugel in de Democratische Partij... die in feite gewoon segregationistisch was, racistisch. Heel conservatief, oerconservatief. Precies, maar die, doordat zij deze wonderlijke coalitie gezamenlijk opereerde... bij allerlei denkbare gelegenheden... was de Democratische Partij de dominante partij. Ook geworden door de New Deal van Franklin D. Roosevelt. Toen hebben de Democraten in de late jaren 50... en vooral ook in het begin van de jaren 60 gekozen voor de civil rights. Voor de burgerrechten van de zwarten. Want je weet hoe het met die zwarten was gegaan. Die waren geëmancipeerd door de burgeroorlog. En vervolgens hebben ze in het zuiden gewoon een totaal nieuw racistisch, repressief systeem... moordzuchtig systeem opgetuigd om die zwarten in toom te houden. In allerlei opzichten is natuurlijk het geboortedefect van de Verenigde Staten... namelijk life, liberty and the pursuit of happiness, sorry... maar alleen voor mensen die niet zwart zijn. Ja. Het Amerikaanse wonder is geboren met een klompvoet, namelijk de slavernij. En dan zeiden ze, dat probleem hebben ze nooit opgelost. Integendeel, in feite heeft het Noorden gezegd... jongens, als jullie die zwarten gaan onderdrukken... kijken wij gewoon de andere kant op. We doen er niet al te moeilijk over. Als we in het zuiden zijn, zeggen we wel verontwaardigd... dat moet dat nou zo, maar nogmaals, we winden ons er niet over op. Nou ja, daar heeft de partij voor gekozen, voor die civil rights. Lyndon Johnson heeft ook gezegd, denken we om... als wij voor die civil rights kiezen, voor de bevordering daarvan... dat betekent dat wij onze aardsconservatieve segregationistische vleugel in het zuiden kwijtraken. En dat kan betekenen dat de Republikeinse Partij... die raapt natuurlijk de scherven op. Zal zeggen, ja, wij zijn ook niet zo voor die zwarte en dat moeten we... states rights en nou ja, maar kortom een hele vorm van geheim talk, moet je dat zeggen, geheime taalformules waarmee je, zonder dat je iets racistisch zegt, toch racistische politiek kunt voeren. Ja. Nou ja, zo is het precies zo gegaan. Dus de Democraten hebben in de loop van de jaren 60 en 70, begin jaren 80... in feite hun hele positie in het zuiden verloren. Dat is helemaal republikeins geworden. Ja. Ja. En de Republikeinse Partij die heeft dat dus opgeveegd... en is dus als geheel een zeer conservatieve... partij geworden. Ja. Want ook die progressieve vleugel van de Republikeinen... vooral in het New England, die is grotendeels verdwenen. Ja, zeker nog, als je nu... Dus laten we zeggen, de twee complexe coalities... zijn twee betrekkelijk samenhangende, coherente partijen geworden. Ja. In het bijzonder de Republikeinen. Zelfs zo'n Pence wordt nu als een softie gezien. Denk aan die dochter van Cheney. Dat is ook wel... Ja. Die het goed deed, hoor, in die commissie, vond ik. Ja, nee, ik zag het, maar... eerste klas werk, eerlijk gezegd. Ja, maar het is natuurlijk verbijsterend dat je dus op zichzelf... Dat is goed georganiseerd, die commissie. Mooi beeld, staat goed in elkaar, goed verhaal. Het is gewoon een staatsgreep. Ja. Godzijdank is Trump volledig incompetent, dus het is niet geslaagd. En ook als je al die gekken zag. Ja, we hebben het over de aanval op Capitool en we hebben het over de verhoren die hier plaatsvonden. Ja. Maar is dit een oprisping of wordt het nog erger? Het wordt nog erger. Het wordt nog erger? Ja. Maar dan gaan we stevenen toch weer af op een burgeroorlog? Ja, ik denk dat het land te groot en te complex is voor iets wat je een burgeroorlog zou kunnen noemen. Maar dat er, zeker ook lokaal of in sommige staten, dat het wel eens heel goed fout kan gaan. Dat denk ik wel, ja. Nou, dan gaan we met deze vrolijke noot de mensen naar bed sturen. Ik ben daar helemaal niet optimistisch over. Nee, maak je ook dan zorgen over? Is het dan meer over... Nee, het heeft enorm weinig zin om je zorgen te maken over dingen waar je geen enkele invloed op kunt uitoefenen. Nee. Maar je volgt... Ik zie de wereld eigenlijk toch als waarnemer. Als toeschouwer? Ja, als toeschouwer. En niet als toeschouwer die bij zijn kinderen komt kijken als ze zaterdagmiddag hockey. Ja. Want die zijn erg emotioneel betrokken bij het hockey van hun kindertjes natuurlijk. Dus zo sterk sta ik er niet eens in. Nee. Je bent geen deelnemer? Nee, ik ben geen deelnemer. Nee. Ik heb ook nooit de behoefte gehad om actief te worden in de politiek. Nee. Wel als lijstduwer? Ja, als lijstduwer, maar daar heb ik ook wel een beetje spijt van, hoor. Ja. Want ik heb natuurlijk het meeste spijt van het feit dat ik lijstduwer was. Landelijk lijstduwer in 2012. Waarom? Omdat het kabinet toen niet jouw kabinet was. Rutte 2. Ja. Rutte 2. Ik bedoel, een van de meest dramatische klote kabinetten die Nederland in de recente geschiedenis heeft gehad. Was jij mede verantwoordelijk voor Maarten van Rossum? Zo is het. 6000 stemmen heb ik voor ze gewonnen. Ja. Nou, had ik het maar niet gedaan. Dan was het er ook gekomen trouwens. Ja. Maar jij bent wel medeplichtig.